Hallo dames en heren, welkom bij Dagelijkse Kost 5a. Wij gaan vandaag pannenkoeken bakken. Daar hebben we voor nodig melk. Eieren. En suiker. We gaan beginnen met de ingrediënten af te wegen. Dus 500 ml melk. Ga jij zelf stop? Ja. Ja? Nog. Stop. 500 ml melk. Even kijken. We hebben 100 gram bloem. Bloem. En een mootje. Is te veel, denk ik. Ja, oké. 100 gram bloem. En dan hoeveel gram suiker? 30. Dan moeten we al een beetje roeren. Zo, dat is geroerd. En nu? 4 eieren bij de bloem en suiker. Ja. Een handig trucje is op de rand en dan waar er een barst is, roeren. Oh, daar ben ik niet voor. Ja, zo. Ja. Ik ben er niet in. Ja, zo. Kijk, pak je dopen staan. En dit straks toe. Hopla, nog een eitje bij. 500 milliliter, centiliter melk. Ik zie het wel. Ja. Ja. Dus ja. Nu gewoon. Even in één keer. Wat meer af dan. Stop dat daar gewoon weer in. Kan dat ook zo? Nee. Probeer gewoon. En olie, is dat goed? Ja, olie. Wacht. Mag ik een beetje van mij gaan halen? Wil je die hebben, olie? Deze. Ja, dat is warm. Welke olie? En dan je pan draaien. Oké. Okay. Je pan draaien. Ja, zo. Dat je olie verspreid wordt. Ja. Go. De eerste gaat meestal niet altijd heel goed, dus... Pan draaien. Ja. Was je ook niet broeken met muur en er blijft geen streep meer in. Recht op zijn face ben ik. Dat ziet er toch wel goed uit. Ja, staat er. Salto mortale. Het is lekker. Dat ziet er goed uit. Even de hand. Hopla, dat is klaar zeg. Kijk. Oh, dat is warm. Sorry, dat was warm. Ja. Staat. Toen is het resultaat. Eerste pannenkoek. Ik zal het tweede maken. Ja. Girls, jij doet ze eindelijk. Oh, je doet het. Hopla. En dan op het einde, funny moments. En dan Ilias zojuist met zijn pannenkoek. Ja, dat is nu zo.
Daar is het branden, denk dan komt het dan zeker op. Kun je dat hoger gooien dan komen? Want als we echt op het plafond gooien. Ja. Ik zal aan het filmen. Kijk, laat het op. 3, 2, 1. Sowieso. Skill. Oh! Ik wist het, hè. Wie wil de pannen goed? Dit wordt te veel. Ik wil pannen. Ik wil. Jongens, kom ik niet af. Ik hoop hoger dan de vorige keer, hè. Dat moet, hè. Okay. Hoppa, ja. Nog een keer. En nu nog hoger. Nee, niet te hoog, hè. Ja, die is mislukt. Ja, gewoon nog een beetje schudden zodat hij een beetje recht wordt. Nee, schudden zodat... Ja, oké. Okay. Pannetje okay. Nummer 2. Nee, de omgekeerde. Ja, nee, ja. Pardon? Ja. Nee! Oepsie. Weer Luan en ik, we hebben besloten om vandaag moussaka voor hem klaar te maken. Dat is moussaka. Je hebt de Griekse versie, maar wij pakken de Bulgaarse versie. Binnen doe je met je aardappelen te schillen. En leg dan best een kopje water klaar, zodat je je aardappel in het water kan doen. Snel op. Dan hebben ze geschild. Dan uw aardappelen snijden ongeveer deze grootte. En de uw ui snijden ongeveer zo groot. Klein liefst. Ja. Nu zijn we eerst onze aardappelen aan het snijden. 3 kilo hebben wij, 2,5 kilo aardappelen voor 25 personen. En ja, dat gaat dus even een tijdje duren. We gaan even verder aan jullie. Dat was het, hè. Onze geheime receptje is de melk. Dat gaan we zoiets ook moeten doen. Dus helemaal op het einde, als hij in de oven gaat, normaal gezien gebruik je eieren en yoghurt. En we hebben voor melk gekozen en normaal gezien zitten daar ook paprika's in. En die hebben we weggeschrapt, maar dat is hesp zit daar ook in. Voor de moslims, dat is halal en runs. Dat is geen varkens of zo. Nee, het vlees. Goed? Dankjewel. In mijn panding ga ik wat olie in doen. En dan doe ik de ui en mijn aardappelen er al in. Dus je gaat op vuur zetten. Je hoort de knapperige patatjes. Ik heb de zoek aan je geluk. Voilà. Het knappert hier van de lekkere patatjes. En de ajoen vergeten. Waar staat die deze op die biertje? Hier gaan we ons gehakt pakken. Ja, ik kan niet lezen wat er staat. Juffrouw. Telkens een klein stukje bij doen. Laat ik hier filmen ze. Ik heb het ook gezien. Mijn goede reden is. Zo lekker. Dus, hoe noem je dat? Rode peper? Nee, paprika. Ja, dat is paprika. Maar dan. Maar daar is dingen. Nee, ja. Dit is paprika poeder. Poeder. Oh, dat is lekker. De paprika poeder wordt gemengd tussen de patatjes en het vlees. Dan hebben we nog iets dat we daarbij gaan doen. En dat is
Juffrouw, hoe heette dat? Normaal hoort er ook paprika bij, maar we hebben het niet gedaan. Dus daarom doen jullie paprika poeder? Nee, het is geen peterselie. Basilicum. Het is dille. Dille. Wat is dat voor? Nu droge dille noemt ze. Ja, droge dille. Daar ook even bij. Nog even droge dille bij de paprika. Poeder. Eén iets en dat is peper. Dat is zo'n geplette peperballetjes. En nu nog wat peper erbij. Die moet heel goed verstrooid worden. Want een peperbolletje eten doet niet echt heel erg deugd. Altijd telkens een beetje water bij doen. Dat is het. Laat het ongeveer 5 à 10 minuutjes hierop. Zodat je... Allee, te zien hoe hard dat kan. Ondertussen gaan wij ons sausje daarop leggen. Dus het ding op het einde moeten wij dat daarop doen en dan komt daar een klein korstje op met eieren. Ja. 6 eitjes. Doen. We moeten nog ongeveer 2 eieren. Ik zal ook zo zwaar. We gaan ondertussen de mixer in stopcontact stoppen. De maan. Ik zie 1 lijn. En nu gaan we de eieren en het melk samen mixen. En dan de soort van doen. De eitjes die zijn klaar. Dit is aan het afkoelen. Dan gaan we de oven ondertussen al aanzetten. De eerste keer als je dit in de oven gaat stoppen, doe je dat zonder melk. 15 minuutjes. Eerst zonder melk. De tweede keer haal je dat eruit en strooi je de melk hier mooi over, zodat je... We moeten de moussaka eerst uit de oven halen. En dan moeten we de ei en melk erop doen. Wat zeg je? Givan. Ik wou dus nog een beetje stuk zonder. En dan weer terug in de oven. Nog even wachten en het is helemaal klaar. 30 seconden en hij mag eruit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bam! En klaar, jongens. Jongens, dat was heerlijk. Dat was heerlijk. Dat was het. Uiteindelijk geeft het misschien niet meer. Ja. Joh. Oké, kun je... De moussaka wordt geserveerd. Nee, it's delicious, I know it. Kun je een keer luisteren, juf? Nee, juf. Kun je doen alsof we dood zijn? En? Lekker? Bordjes. Oké, dus je hebt iets van... Lekkerste van vandaag. Wij gaan pizza maken. Allee, wist je dat nog? Nee, ik wist dat nu niet. Het is voor de camera. We hebben over de middag hebben we al een gemaakt met vlees. En nu gaan we er een maken zonder vlees voor de moslims. Of voor de kinderen die geen vlees lusten. Wat zijn vegetariërs bij ook, hè? Ja. We beginnen met het pizza deeg. Je pakt bij het papier en je pakt het papier en het deeg en je probeert een beetje uit te rollen. En dan leg je met het papier naar boven, zo langs de rand van het van ik heb gezien, heeft zijn handen gewassen. De pizza margherita is eigenlijk uitgevonden. Al heel lang geleden. En het is eigenlijk een beetje grappig hoe dat hij is uitgevonden. Ja. Ik ga eerst nog verder vertellen. Dan trek je het papier eraf. Ik ga het
En Johan gaat nu een beetje... Uit de winkel is een beetje... Ja. Johan die... Dus je moet eerst wel uit elkaar rekenen. En Johan die gaat nu eventjes vertellen over de geschiedenis van de pizza. De pizza margarita, ik zei het al, heeft een, het begin van. Heeft een grappig verleden. Een koning en een koningin, koningin Margarita noemt hij. Koning Umberto de Eerste en koningin Margarita gingen naar Napels in Italië. En ze hebben daar een pizza gegeten in de pizzaiolo. En dat was de koningin en de koningin... En de koning. En die zijn naar een pizza-restaurant gegaan. En voor dat pizza-restaurant was dat een hele gelegenheid. Dus heeft hij een speciale pizza gemaakt. Een pizza met kaas. Een pizza met tomatensaus en basilicum. Het was in de kleuren van het vlak Italië. Ze hadden eerst de tomatensaus gemaakt, dan de basilicum en dan de kaas. Zodat omgekeerd, eerst basilicum. Dat maakt niet veel uit. De koning vond het zo leuk dat deze pizza de naam Margarita kreeg omdat zijn vrouw ze noemt. Vandaar bestaat nog steeds de pizza Margarita. Omdat er enkel maar basilicum, vlees... er ligt ook vlees op nu. Maar vroeger was dat enkel kaas, basilicum of gewoon groene kruiden en een beetje... en een beetje tomaten. Kat. Voilà. Kat. Ja. Basilicum is een soort kruid. Waarvan? Dit is ook gemaakt van basilicum, die pesto, dat er daar net dat groen op jullie bordjes lag. Kijk. Dat is een dat is niet pikant. Daarnet was ik even iets vergeten, maar dat lukt wel. Eerst moet je je ding inolieën met zo'n speciaal borsteltje. En een beetje olijfolie. En dan en de eerste pizza is klaar die we onder de middag hebben gemaakt. Ja, dat hakblaadje zit hier. Of gekunde klapblad. Hij komt. De lieve moeder. Hij is niet gelukt, want hij is aangebrand. Hij komt. Nee. Het was niet gelukt, het is aangebrand. Oei. Spijt. Is aangebrand. Mag ik een keer? Kun je het eraf snijden? Ja, dat beeld nee. Moet ik hebben, dit shot. Zet hem op. Dat u niet verbrandt. Oké, en dan als je deeg erin legt. Tomaat. Dan moet je dan de tomatensaus. Die moet je er dan op gieten. Gast, de tomatensaus is wel de belangrijkste dingen. Een van de belangrijkste dingen, ja. En een beetje uitsmeren. Ja, deeg is nog belangrijker. Deeg is... Dat glijdt zo goed. Altijd. Dat glijdt zo goed. Dat glijdt goed. Dat klinkt zo raar. Hij had daar toch geen glijmiddel in gedaan, hè? Hier gaat een stukje geknipt worden, hè? Ja. Hij zei zo. Normaal is het heel tijd. Is dat Vatican's geheim ingrediënt? Is ja, de pesto. De kantjes moeten altijd opgerold worden, want het korstje. Het probleem is dat daarnet was dat de randjes niet opgerold waren, dat hij daarom wat verbrand was. Kan je iets vertellen over de pizza? Ja, dan kan je vertellen, zeg. De pizza, de voorouder van de pizza, dat was een oude Rome. Dat was eigenlijk nog geen pizza, maar dat was eigenlijk een plat brood. Een plat brood, dat noemt... Let wel op, dat wordt door iedereen gelezen. Dat noemt Piquea. En de voorloper van de pizza, dat was eigenlijk gewoon een plat brood. Dat ze geen belaag zo plegen, maar zo om in olie of zo te dokken en om op te eten. En dat noemde Piquea. Piquea. En dat werd vroeger gegeten. En dan werd dat uitgebreid tot een harder deeg. Dat platter wordt en dan hebben ze daar belaag op gelegd. En dat was eigenlijk een beetje de geschiedenis van de pizza. Ik heb
iets in Italië, toen we daar naartoe zijn geweest, hebben we dat ook gedaan. En dat noemt Pisa al Taglio. Dat is een winkel, als je gelijk rondloopt in die straten, gaat daar heel veel. En het plots een hongerke, dan kun je in zo'n winkel gaan. En daar is er zo'n grote toonbank, waar er zo'n hele grote platen zijn met gigantisch grote pizza's. En dan kan je kiezen welke pizza dat je wil en dan snijden ze dat af, een stukje, en dan krijg je dat mee. En ze noemen dat, oh ja, en snijden noemt het ook in het Italiaans taglio. Taglio betekent ook in het Italiaans snijden, daarom ook pizza al taglio. Op dat moment dat die dat hebben vraagt ze zelf gemaakt, die zijn al een keer gebakken, maar als je, die meestal zijn die dan koud, die liggen ook in een toonbank. En dan worden ze nog een keer opgewarmd. Dat zijn wel zelf gemaakt. Maar het zijn geen pizza, fabriekspizza's. Ja. Ja. Een Italiaans muffin. Twee Italianen zaten een pizza te pakken. Zegt één tegen de andere, waarom geen frieten? Die kwam er gewoon zo. Ik en Mathieu was in vrijdag. Heerlijk. Hebben jullie die olie nog nodig? Makeba wil dit opdrinken. Okay. Ja, dat mag. Ja. Toch dan, jij hebt de klant, ja, vrijdag of maandag, dat daar terug naar de keuken komt. Oké, ik heb een vraagje. Je moet allemaal groene vlees hebben. Dat helpt altijd tijdens het filmen. Oh, en niet te hyper. Niet te hyper. En ja, nu. Maar hier was het. Ja, maar ik kan je niet zien wat daar je grote. Hallo, lieve vraag. Ik was een beetje zwaar van mij, pannenkoeken en milkshake. Oh, ik heb een beetje luider. Schuif dan op, hè. Eist, melk, koning. En voor zier heb ik een suiker. En voor zier heb ik. Dus eerst beginnen we met de aardbeien. Dan zetten we het spinnetje. Wat kan je een beetje luider? En dan gaan we laten draaien als we naar huis en de melk natuurlijk. Ready? Zet dat op 3, zet dat keer op 1. Nu gaan we de bloem nog bij doen. Maar misschien is dat een geheim. Ja, maar het is wel interessant als je met 2 zet dat het niet allemaal kunnen en dan niet. Maar dat is toch goed? Ja. En terwijl ze smaak. Dat zijn speciale pannenkoeken, hè?
maar. En moet je het gewoon even laten bakken. Dat was. Je moet nog een beetje olie in de knoen. Nee, olie is goed. Olie is goed. Milkshake. Milkshake. Ik heb het niet afgemaakt. Hallo beste van de Toffe klasgenoten, wij gaan vandaag fruitsla maken. Ja. En we gaan ook FCF maken, maar ik ga straks doen wat dat is. En eerst onze handen wassen. Maar dat hebben we al op voorhand gedaan. Maar ja, kom, dan gaan we het doen. Onze ingrediënten zijn Fanta, cola, fruitsap, aardbeien, appel, druiven, banaan en peer. Hebben jullie een geheime recept? Ja. Zo, ja. Iets anders. Hè? Even de ingrediënten: appel, druif. Ja. En de pot tot nu toe. Voor de rest hebben we cola, Fanta, fruitsap en slagroom. Ik heb daar gelijk een apenhoop voor gedaan. Ah, doe dat de volgende ook. Nu ga ik de FCF maken. Ja, wacht even. Ik ga nu de FCF maken. Dat is eerst. We vullen de fles met een derde of een helft van Fanta. Dan, en dan nemen we de fruitsap. Oh nee. En we gaan er fruitsap bij doen. Ja. Oh ja, dat had een coole kleuren. Het ziet er wel een beetje raar uit. Een beetje gelijk koffie. Ja, een beetje cappuccino. Maar het is echt super lekker. Ik ga aardbeidjes nemen en ik ga daar zo'n gleufje in maken. En dan gaan we dan op de glaasjes zetten. Ivan, dat niet filmen. Ik kan dat niet goed. Moet door de toppulpje. Ja, lach maar, lach maar. Die man is op zijn 14 jaar. Oh, komen. Ivan en Luan. Wie willen jullie dingen geven? Slagroom. Slagroom is het beste. Willen jullie met slagroom? Liefst wel, ja. Ah, oké. Okay. Slagroom, madam. Ja, dat is genoeg. Oh! Alsjeblieft. Luan, jij ook met slagroom? Geef die slagroom maar mee. Wacht, leg dat hier. Leg dat op dat bordje. In de naam pesto klinkt niet echt Belgisch, dus we gaan meer naar de zuidere kanten van Europa. Daarom dat pesto komt uit Italië, eerder uit de streken Genua en Ligurië. We gaan hier de ingrediënten zijn. Wat zal er gewoon zijn? Dan moet je de tomaatjes, loog, pijnboompjes, olijfolie, zwarte peper. Olijven, zout, rucola en oregano, parmigiano. Ja, parmigiano. En daar is het zo'n beetje. We gaan erin doen. We gaan beginnen met de look te pellen en de olijfjes te zien. Ja. Wil u dan in de hand zetten? Dan kun je rustig doorpakken. Dan gaat het misschien niet meer sturen.
Kan die even goed staan? Ja. Goed. Okay. Ja. Is er een vrijwilliger die een olijf durft te proeven? Ik. Shabbat? Durft. Maar jij kan toch olijven? Ja. Toch. Allemaal zo'n gedroogde tomaatjes. Super de mango, maar daar is dan niets meer goed. En de rode taart. Ik denk dat ze het lekker doen. Het is lekker. Tomaatjes. We gaan dat ook in kleinere stukjes snijden dan. Dat doen we dan ook in de kop. We hebben ook hier pijnboompitjes. Die zijn wel al gebakken. Die zijn gebakken. Pijnboompitjes, dat is een super. Dat is echt nodig in de pesto. Want als je geen pijnboompitjes doet in de pesto, dan is de pesto eigenlijk wel. Wat? Je lijkt dat hier allemaal dicht staat, valt dan misschien met een muziek. Dat daar? Dat is wel heel duur. Kaas. Dag beste klasgenoten en jullie. Vandaag gaan we Adana kebab maken. Emre heeft al de bak al gemaakt met de sausje. Met de saus. Wie wilt? Willen jullie pikant of niet zo pikant? Pikant. Echt een props. Dat gaat. Oh, ik heb het niet gezien. Die is kort. Adjes is dan. Wacht, ja? Ja, daar niet zoveel. Maar ja, maar dat moet goed. Hé, dat is ik wil en is het lekkere thee? Eén chocoladetruffel. Eerst om een pester. En hoe weet jij dat ik van hem chocoladetruffels ga maken? Dat wist ik niet, maar ze zijn gewoon zo rond als chocoladetruffel. Chocoladetruffels. Gaan we ze allemaal samen maken, naar school. Ik en jij samen? Oké, laten we aan beginnen. Nog 5, 4, 3, 2, 1, seconde. Voilà. Kom, laten we gaan beginnen. Jazeker. De helft, hè? Ja. We gaan van alles de helft pakken, omdat we hebben anders te weinig. Maar dat is ook wel veel. 62,5 gram bloemsuiker. Dan geraspte chocoladeschilfers voor over de chocoladetruffels. Normaal is er daar cacao over. Maar wij lusten allebei geen cacao, dus wij gaan dat met chocoladeschilfers doen. Dat is een stuk van ons geheime ingrediënt, maar niet helemaal. Dan ons geheime ingrediënt, bezeljennenootjes. Die gaan we eigenlijk doen in onze dingen. Boter ook. Een half pakje vanillesuiker. Chocolade. Wij hebben dus omgerekend dat 5 repen zijn van zo. Dan. En ook 1 eierdooier, dus misschien best dan het ei geel en het eiwit. Goed, dat zijn al onze ingrediënten. En dan
gaan we eerst beginnen met de chocolade. Gaan we eerst in een kom doen. Dina, zet jij al een kom met water op het vuur voor straks chocolade. Waar is die tweede kom? Je kan eigenlijk kiezen ofwel melk, chocolade of gewone pure chocolade. We hebben melk chocolade gekozen. Het was 63,5 gram. Net als de bloemse. Is misschien handig voor als je de eieren doet. Dat je de eieren doornemen. Het ei geel. En misschien omdat dat later in bij de gesmolte chocolade gaan. Dus misschien is het handig als je dat dan al een keer hebt. Als je dat dan al een keer hebt. Geroerd, dan moet je dat niet zo hard. Dat die chocolade gesmolten is om. Je kunt al op voorhand, we hebben nu ook al de boter in stukjes gedaan. We hebben al. En de vanillesuiker. Dat is in. Normaal zit dat altijd zo in zakjes verpakt. En. Als je het, wij pakken nu de helft van een zakje, maar als je extra veel wilt maken, dan kan je ook een heel zakje en van alles op de weer is 2 eieren voor. Wachten. Ik vind het eigenlijk allemaal saai om zo heel tijd te wachten totdat de chocolade. Want alleen, hij staat dan eigenlijk gewoon op te kijken en dan. Je moet een vanillesuiker en de eieren doen. Hallo. Dat is gesmolten. Wat? Dat is gesmolten. Nee. Nee, dat is niet gesmolten. Dat is gewoon even in de roer. Ik zou het weer gewoon. Dat lijkt een beetje veel, maar. Zoveel is dat niet. Ga een beetje veel suiker in zitten. Ik hoor niks. Dat geeft. Is dat mijn druk? Uit als het eerst gemaakt is, want dan moet eerst nog niet in de koelkast. Dus het gaat er wel een beetje hetzelfde uitkomen, omdat het eigenlijk gewoon afgekoeld is. Het is niet echt dat anders er gaat uitzien, maar het is gewoon afgekoeld omdat het juist niet uit kan doen. Nu ga je. Misschien eerst een keer doen dat het niet zo goed is. Eindelijk verlost van het bolle rollen met mijn handen. Hey Mamsie Pamsie! Ja? Waar ik nu ben? Ik ben chocoladetroffels aan het maken met een domme pester die me altijd pest voor mijn bok. Ja, oké, okay, maar het zat van heel tijd met meneer Pompi en met mijn Wamsie Pamsie te spelen, hè? Die zeggen nooit iets terug.
Dus ik wil nu wel eens een echte vriendin hè, die iets terugzegt. Ja, maar ik ga echt vriendin en die denkt dat ik met bolletjes ga rollen met mijn handen. Dat is toch niet. Zij doet dat ook. Ja, ik ga ervoor zorgen dat we mijn oren. Daag! Waarom was je daar juist eigenlijk tegen die knuffels aan praten? Dat zijn niet zomaar knuffels, hè, meisje? Kijk! Anders heb ik geen vrienden, oké? Dan durf je te lachen. En dan ben jij je eigen stoel. Waarom wil jij eigenlijk opeens met mij chocoladetroepjes maken? Omdat jij de eerste waard die ik tegenkom. En omdat ik het leuk vond om ooit een keer chocoladetruffels te maken met een echte chocoladetruffel. Ik ben geen chocoladetruffel. Ik ben een mens. Van mijn chocoladetroepel te noemen. Dat wil ik nu altijd al een keer doen. Kijk naar je bed, dan weet je het al. Wat kan jou eigenlijk schelen hoe ik eruit zie? Niks. Heb je de nieuwe topmodel al gelezen? Het is er goed aan te zien dat je een pester. En waarom pest je altijd mij? Waarom heb je mij nu weer uitgekozen? Hè? Ik zie jou nooit andere kinderen pesten. Vind je dat ik er nu weer raar uitzie of wat? En hoe jij het leuk? Ik vraag je iets. Maar wel dat is een grote mond en je zit je gewoon te zwijgen. Hallo. Ben je nog van plan om iets uit te leggen of wat? Oh.